Are you ready? Goedemorgen met de leukste winkel van de Raad Noord-Nederland, Friesland. Omstreken op die bestrijd op plaatsen. Spreek met wie? Hallo? De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen. En dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt om aan alle eisen te voldoen. Eten afhalen mag wel. Soep van de week, soep van de week. Heb jij het ook gezien, schat? Wat zei meneer Rutte nou? Alleen afhalen, hè? Ja, hebben wij ook gezien. Dus bij ons kun je ook deze week snert, oftewel ertessoep, rijk gevuld afhalen. Want ja, we moeten toch wat. Daar hebben we leuke meeneembekers voor, maar die zal ik je zo laten zien. Ja, wat zeg je? Jori die zegt van... je komt op YouTube schrijven. Ja? Het is wat, beste kijkers. Dus deze week ertessoep, daar begin ik mee. Oké, ik neem je mee naar je keukentje. Mijn keuken. Nou, welkom in mijn keukentje. Deze week dus snert, hè? Ja, ik maak maar 10 liter, want ja, we moeten allemaal door de tijd. Ook wij met onze horeca. De winkel is natuurlijk nog steeds geopend en de horeca natuurlijk niet. Maar daar hebben wij nu, had ik al, meeneembekers. Heerlijke ertessoep voor slechts €3,50 in deze meeneembeker. Krijg je ook bij de Chinees hoor, zelfde portie. Rijkelijk gevulde ertessoep. Met gerst en wortel en prei en gebakken spekjes en wat erin hoort, hè. Dus, help jij de muffin af? Heel graag. Deze week, snert in meen en bekers. En 2 bekers maar ook. Eten afhalen mag wel. De eerste dag dat landelijk de horeca dicht is. Ja, dat geldt ook voor ons natuurlijk in onze koffiehoek. Dus nou sta ik hier met een doos, want ja, je moet wat. Wat hebben we bedacht? De hele horecahoek die gaat bij ons de komende weken op de kap. En dan letterlijk en figuurlijk op de kap. Er komt een soort, ja, zeg het maar, semi-outlet met alle mogelijke dingen van, decoratiemateriaal. Nee, die kikker is niet te koop. Weet ik gewoon heel veel dingen die we in de loop der jaren gebruikt hebben, wat onder andere op zolder staat. En ja, waar men dan op een gegeven moment niks meer mee doet, ja, weet ik veel. Dus ja, we gaan rommelen de komende dagen. We hopen dat dit het weekend klaar is, want het zijn een paar meters. We hebben er een idee over, maar ja, ideeën die veranderen altijd de plekken. Dus de horecahoek bij ons, helemaal op de kap. Het wordt een gekke bijzondere outlet. Zoiets. Dus we gaan rommelen. Gelukkig, in deze roerige tijden, hebben we een grote groep vaste huurders. Waar we heel erg blij mee zijn. En die ons niet laten vallen. Dat is natuurlijk fantastisch. Als er iemand na een lange periode dan weggaat, dan duurt het over het algemeen niet zo lang dat er dus weer een nieuwe komt. Onder andere hier. Deze huurder heeft prachtige jassen, kijk nou, mooie damesjassen. Echt hele verschillende soorten damesjassen. Tot, ja, eigenlijk is er voor elke smaak wel wat, of niet? En kijk eens, als je zegt het is nieuw, dan geloof je het ook. Ze heeft ook laarzen. Ze heeft, wat heeft ze nog meer? Heel wat anders voor de wat jonger. Dus voor elke leeftijd heeft deze huurster wel wat. Dus eigenlijk wel weer de moeite waard. Morgen komt er aan de overkant weer een nieuwe. Ook daar was iemand vertrokken. Maar ja, binnen een week is het weer weg. We hebben een nieuwe plankenstelling met accessoires. Dus los van de trouwen. Er is altijd wel weer een nieuwe. Dus altijd een nieuw spul bij ons. Hoe leuk is dat? We'll be right back.
Nou, beste kijkers, hier sta ik dan bij Meters Meters Kerst Outlet. En dan heb ik het over meters, hè? Dus ik zou zeggen, het is wel wat vroeg, maar wat kan jou het schelen? Ik sta hier bij mijn grote Henkie. Henkie de kerstbeer. Kijk eens, deze letters met Salé Kerst, die hebben we ook. Hè? Dus ook in twee maten. En weet je wat ook zo leuk is? Ik had vorige week een hele lieve oma en die heeft voor haar kleinkinderen heeft ze de letters gekocht en geplakt op de logeerkamerdeur, zodat de kleinkinderen een eigen slaapkamer hebben bij Pakenbergen. Nou, hoe leuk is dat? Letters kosten geen drol, hoor. We hebben het hele alfabet hier achter op de blauwe vloer bedekt. Nou, kerst, 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 zeg het maar. Van bijzondere stenen, sneeuwballen. Ja, het is voor niks hoor, 1,95. Want ja, kijk maar, weet je wel, daginder. Waar ze ook planten en zo verkopen. Veel en veel duurder. Nou, genoeg gepraat voor van de week. Want we hebben nog meer nieuwtjes. Maar kom maar kijken. En anders dan hoor je het wel volgende week in de vlog. Maar ik zou zeggen, kom maar kijken. Want we zijn met heel veel bezig. Dus, ook in deze tijd. Steun de ondernemers. Kom gezellig ook bij ons natuurlijk. We zijn ook ondernemer. Ja, er is dan wel geen koffie, maar we hebben wel steeds lekkere soep. Staat op Facebook, staat in de vlog. Delen is heel graag, zeker in deze tijd. Ook kan ik nou even niet laten zien wat ik sta nou beneden is. Maar de wolkemer hierboven, hè, 4 middagen geopend, heeft ook nu borduurgaren. Los van prachtig garen wat Doreen allemaal heeft. Maar kom maar kijken, want... En anders moet je teruglezen, hè? Want er stond gisteren een stuk in de Drakster Courant. De Wolkenjammer. Nou, nogmaals, goede week. Kom langs. Hou je aan de regels. Wij doen het ook. En ik zou zeggen, tot ziens in... toch wel de meest bijzondere winkel van Drachten. Of niet dan? Nou, bedankt, hè? Hoi, hoi. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Werkoopplaats.